Dag beste kijker, welkom terug op Wat als hij is voor een nieuwe aflevering van Mind Team op Formule 1 2020. We zijn al in ronde 9 aangekomen, in Canada gaan we racen. Vorige keer echt puike prestatie in de race, tweede plaats binnengehaald in Azerbeidzjan. Dus dat was een heel goede zaak in het klassement. Ben in vorm, want ook nu een goede kwalificatie achter de rug. Desondanks de lichte regen, dus dat op intermediate te doen, heb ik een puikentijd kunnen neerzetten. Dus een tweede tijd. Voor de rest slecht nieuws. Ik had niet bij Bottas, maar bij Monaco al expres een tijd in gridstraf opgepikt dat later niet meer het geval zou zijn. Nu merk je dat er van andere onderdelen maar twee beschikbaar zijn gedurende het seizoen en dat er al over de helft zit. En we zitten nog niet in de helft van de races. Dus dat wordt dat moeilijk. Dus kan zijn dat nog extra gridstraffen of penalties kan krijgen. Voor de rest, wat gaan we vandaag doen? Plus nummer 63. Tactiek ziet er goed uit. Ik zou misschien eentje vervroegen. Hangt er vanaf. Ik ga momenteel eentje vervroegen. Voor de undercut, want in minimum zouden we hem toch uit. En de softs niet. Dus we gaan dit doen. Undercut proberen. Benzine zit een beetje te veel in aan mijn goesting. Zo. Dan gaan we kijken. Een goede start is belangrijk. Je weet, kunnen we meteen de eerste plek pakken. Als je die terug schade naar van onder. Hopelijk gaat dat in mijn pace beïnvloeden. Oh, Hamilton. Ik had hem kunnen inhalen, maar hij zat een beetje te veel met de weg te rijden. Geen botsing, geen flashback, dat is goed. Maar waar moet ik dan naartoe als je me daar wilt inhalen? Zoals je ziet hebben we minder ERS te beschikken door die schade daar. De motor is ook te warm eigenlijk, zou ik eigenlijk op Lee moeten rijden, maar ja, nog niet mogelijk. Nou, deze race zal dus zeker nog onderdelen moeten vervangen. Daar ben ik vandaag tevreden mee, zeker door de schade van mijn auto, door ja, van onderdelen, auto zelf niet. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Geen snelste ronde. Wel een paarse sector op het einde, sector 3. Hier schuif je heel makkelijk weg daar als je de curve meepakt. Je moet hem eigenlijk wel een beetje pakken voor de bocht goed te nemen, maar het is verraderlijk.
energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Kleine sleeper. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Ai, het zit toch nog te zeggen. De eerste race misschien zonder flashback hangt ervan af van waar ik uitkom in verkeer of niet, maar ik slip hier weg nu, dat is jammer. En nu slip ik weer, ik snap niet dat daar komt. Misschien geen gas, geen om de curb of de veel curb meegepakt. Pardon. Nou, er komt Bottas terug. Oh, die geeft me wel een tikje hoor. 2, 3, 4, 5, 6. Sorry dat ik de binnenkant heb. Wat die vlak achter mij, dat kan hij wel een poging wagen, netje toch. Allee, kijk, wat moet ik hier nu gaan doen, jongen? Hey, hoe traag kunnen die chicane pakken, dat snap ik dan ook weer niet aan de computer. Hè. Ik kan hem zelf binnenkant aanhouden. Zo. Ik hoop dat ik er nog kan onderduiken. Ik krijg een waarschuwing voor, maar dat maakt me niet uit, want Bottas pakt dat veel trager dan ik. Deze bocht blijft toch heel verraderlijk voor te slippen en toestanden. Bottas kan weer profiteren. Ik ga proberen toch een bommetje te werpen. Ik zet me er gewoon naast. Het gaat perfect. Beetje naar buiten knijpen. Niks mis mee. Direct van de slipstream proberen gebruik te maken. Oké, nu ga ik moeten zien dat ik er misschien toch moet achterblijven. Nee, ik ga er achterblijven. Oké, sorry voor het, ik moest even uitproberen. Wat het ging lukken, maar nee. Maar maak opnames. Oké, ik krijg mijn tweede waarschuwing binnen, was meer dan terecht. We're leading our teammate by 10.7 seconds. Volgende keer laat ik hem gewoon passeren. Ik ging hem eigenlijk niet laten passeren, maar hij bleef nu ineens langer achter mij dan de vorige keren. Alvast nu al excuses voor de flashbacks daar, was niet allemaal nodig. Weet ik ook wel, maar ja, kijk ja. Batterij laat goed terug op, dus ik ga daar goed gebruik van maken. Lezen.
Even een pauze precies. Koptelefoon misschien afzetten. Nee, hij zit een beetje te wringen. Ja, komt ook. Nee, nee, oei, 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 dit is er heel aan de tanden is. Oké, hier kon ik eigenlijk ook een waarschuwing voor krijgen, maar het is niet gebeurd gelukkig, want anders was het een penalty aan mijn broek. Ik denk dat het best niet dat ik een pitstop maak, want totdat ze me echt op de hielen, dat ik niet te veel tijd verlies met het battelen. Even al op arm zitten voor de motor te koelen. Als je motor te warm is, zie je daar even terug opnieuw bij pakken. Zie je op dit scherm, dat zorgt ervoor dat je hem ook niet makkelijk je topsnelheid of gewoon niet je topsnelheid haalt. Banden waren oké vooraan, links achter was er toch al enige schade te bemerken. Ik ben denk ik de enige die al gaat pitstop maken, dat is echt wel de undercut nu de tactiek. We gaan in verkeer, als een mindere pitstop 3.1. Dat is jammer. Hopelijk kom ik na dit groepje in het pak terecht of in een team. Ja, ja, ja. Hopelijk voor die. En dan gaan we mee moeten sturen. Oké, perfect. Wel, ze gaan nog omspringen met de banden natuurlijk, want op het einde gaan ze een rondje of zelfs twee ouder zijn dan de meeste anderen. Terug op standaard zetten. Ik hoop stiekem dat het hele groepje nu gewoon binnenrijdt. Waarom krijg ik geen RS? Ik was binnen een seconde. Want anders gaan ze me ophouden, vrees ik. Nee. De eerste mensen gaan nu wel binnen. Er is gas geven, jongen. Oké, die gaat breed. Zet zich ook een beetje aan de kant, had ik de indruk. Maar ja, en nu krijg je, dan krijg je dat hier. Ik weet nu eigenlijk niet of dat hij een terug gaat blokkeren met zijn remmen daar. Dus daarmee dat ik het zie, kijk, ze zijn helemaal blokkeren. Nee, nog niet te goed, sorry. Ja, ik kan daar niet moeilijk schade rijden. Het team is de laatste tijd echt wel beter, maar dat mag wel. Ik heb erin geïnvesteerd in dingen voor hem. Slipstream gebruik maken. Kijk, ik moest er gewoon achter blijven, want ja, ik ging niet verder gaan. Het was even moeilijk in te schatten. Nick is in the pits. Nick in the pits. Wordt het nu spannend waar ik ga uitkomen? Paarse sector.
Oké, het ziet er goed uit. Achter Hamilton wel, maar voor Bottas. En tijd gewonnen denk ik uit mijn vergissing van hem. Ja, zeker wel. Seconde denk ik gewonnen, laten we zeggen. Volgens mij gaat Bottas wel snel naderen als ik het zo zie. Ik kan hem proberen uit mijn DRS te houden, maar ik hoop dat ik nog mijn tweede plaats zal moeten afstaan aan hem. Redelijk lange lees ook wel, 18 rondjes. Ondertussen zet Hamilton een nieuwe snelste ronde neer. Ja, en Bottas is al binnen de secondezone gekomen. Het is een kwestie van tijd voordat hij mijn plaats gaat afpakken. En deze keer ga ik niet zoveel blijven proberen om hem voor te blijven, want we hebben net al kunnen zien dat dat niet werkt. Een paar slechte kleine foutjes hier. Dat leert hem ook een rode sector op. Moet echt wel vervangen worden, dat onderdeel daar. Schade, ja, kan ik wel meer verder rijden. Maar nu zal Bottas me zeker in halen. Die schade zal me een beetje belonen, maar valt nog mee, denk ik, hoop ik. Kijk, nu ga ik hier al iets breder dan anders eigenlijk. Gasly blijft echt uitstekend rijden in zijn Renault. Daar is met Ricciardo ontstellen voor plaats 4 momenteel. Deur sluiten toch wel hier. Hier mag hij me nog niet inhalen. En dat mag je deur toe. Je mag één keer afwijken van je lijn. Dat er echt al tussen zat, had ik natuurlijk niet gedaan, maar nu kon ik nog legaal de deur sluiten. Maar dit is slecht, hè. Slecht, slecht, slecht. Ik kan zelfs er nu een poging komt van Bottas. Nog even misschien de binnenkant pakken. Nee. Hij blijft achter mij. Krijg hier net geen waarschuwing voor. Maar dan komt nu de poging en die ga ik niet meer verdedigen. Qua performance waar mijn auto zit, is dat boven Haas.
Williams en Alfa Romeo. En net onder McLaren, Alfa Tauri en Renault. Van boven Mercedes stinkt er ook uit, dat merk ik ook in de race. Ze hebben gewoon veel meer pace net dan ons. En boven ons staat dan nog met een redelijk groot verschil Ferrari, Red Bull en ook Racing Point. Nog 5 rondes om Gasly en Ricciardo af te hebben. Ik ben nu iets trager dan anders door mijn voorvleugel die beschadigd is. Maar ik kijk nog wat te rijden en als ik mijn tempo blijf aan mijn foutjes beperk, moet dit lukken. Nee, dat was maar voor de... Dat was niet bedoeld om het erop te drukken. Ja, batterij had echt heel goed op. Ik gebruik altijd toch een deel op dit rechterstuk. Ik kan eigenlijk misschien nog meer gebruiken, maar ja. Wie is eruit? Magnussen. En penalty, ja. Godverdomme, dat is de Magnussen die erdoor. Waardoor ik even naar het scherm keek en niet op de chicane en gefocust was. Ik laat hem staan, ik moet maar zien dat ik voor de gas niet blijf. We're leading our teammate by 18.1 seconds. Ai, is dat... nee, het is niet Bottas of Hamilton. Jammer. Ah, maar zie, ja, nu ga ik wel terug voor. Ik ben afgeleid worden met de dingen die in de kant gebeuren. Our gap to the car in front is 4.3 seconds. Green flag. Ze zijn meer dan oké nog. Toch een beetje meer ERS gebruiken, want ik wil ze echt wel afhouden. Want ik kan het nog een beetje moeilijk worden. Drivers we're racing are Bottas and Gasly. Ik kreeg geen rondetijden van Bottas of Gasly door, en vooral Gasly was interessant geweest. En dat ik nog nooit 2 keer aan elkaar podium heb gehaald in My Team. Dit is totaal ook mijn 4e podium. Of 5, denk ik 4e.
Dus we doen zeker een goede zaak in klassement. Hè. Laatste ronde. Gas die afhoudt, dat moet wel lukken. We hebben nog wat terrein. Er is nog zelfs te veel over. Dan pak een podium, ben ik best wel tevreden mee. Kwalificatie is goed, maar in de race moet natuurlijk dat tempo langer aanhouden. En ook de auto's van de Silver Arrows, de Mercedes, zijn gewoon beter dan die van ons. Dus op zich is het een goede prestatie. Ja, Gauss doet het ook zeer goed, dus de voorsprong of de winst in klassement zal beperkt zijn. Gaan we toch even naar kijken, naar de stand en naar de snelste ronde en zo. Pardon. Kijk eens aan, andermaal op het podium, tweede race na elkaar. Snelste ronde, dat was toch een pakje trager dan de rest van de top 3, maar als ik kijk naar de rest ben ik wel sneller dan iedereen. Dan, dus dat zit goed. Ga ik een beetje uitlopen op Gasly, denk ik. Ai, niet de hoogtepunt, oké. Oef, dacht even dat ik het wel had gedaan. Stand liever. We stijgen een plaats, 2 zelfs. Denk ik, ja, we gaan plaats 7 naar plaats 5. Want ik was voor Albon en Leclerc geëindigd, niet naar gekeken. En ik pak goede puntjes hier wel voor hoor. Dus plaats 5 is mogelijk als ik zo blijf rijden. Ik verwacht van niet, want onderdelen zitten met schade en zo. Dus we gaan zien wat dat geeft. Het zou mooi zijn als plaats 5 lukt. Maar ja, het is spannend. Het ligt hier bij elkaar. Ook voor de constructeurs. We doen haasje oren met Renault, maar we zijn nog, hebben gelijk aantal punten. Het zal dus zeer spannend worden. Blijf zeker kijken en ik hoop u terug te zien. We hebben de volgende aflevering van Mindteam. Tot dan.